Yo, Vaco Gamers, Lars hier. En we zijn weer terug op Starfish Island bij ons nieuwe kleine optrekje. En we gaan een nieuwe missie doen. Van onszelf deze keer. Copland. What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be so... I don't know, the timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory. And somebody tipped off the cops, but what's the problem, fellas? Mike was supposed to torch someplace in the mall, but he screwed the fuses and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Nou, mag Mike ook eens een keer een fout maken, Lens? Kom op, zeg. Ben je al je eigen fouten vergeten of der of iets in die richting? Oeh, fikkie steken. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. Mike, je bent ontslagen. Put him in a locker and jump. Good plan. Let's go. Let's go. Mike, jij mag niet mee, want ik heb je net ontslagen. Blijf hier. Oké, Glenn heeft wel een geweer, maar ik heb alleen nog maar dit ding en daar heb ik nog maar 30 kogels bij. Dus als we toevallig langs een, hoe heet zo'n winkel ook alweer, ammunition komen. Lens gaat ook echt op de achterbank zitten als de sterallures die hij heeft. Als we langs een ammunition komen, dan zal ik ook eventjes nieuwe kogels, dan wel een nieuw pistool gaan kopen. Want iets zegt me dat ik die zo meteen heel hard nodig heb. Want de politie overvallen zonder wapens, ja, hier in Nederland kan het. Dan rennen ze al heel snel met de staart tussen de benen weg. Maar ik denk niet dat ik het in Amerika moet proberen. Dus als we daar toevallig langs komen, dan pik ik even wat wapentjes op. En als we er niet langskomen, dan gaan we gewoon proberen om het zonder wapens te doen. Dan maar op die manier. Even kijken, hoe gaan we dat doen? Hier naar links. Oh, het is vlakbij, joh. Hartstikke vlakbij. Waar zijn we? Hier. Nou, staat hij gewoon serieus klaar, die auto? Dat is handig. Dankjewel. Yo, Lens, niet tegen de muur oplopen, eikel. Lens! Aap, waar ben je nou? Lens, wat ben je toch ook echt een knijt, jongen? Leer lopen, leer kijken en leer een deur open doen. Zo moeilijk is dat niet. Ja, en nu? Moeten we nog iets ophalen, wat dan? Wat dan? Ligt er nog iets achter deze muur of zo? Wat we mee moeten nemen. Wat dan? Er is hier toch helemaal niks? Oh, wacht eventjes. Ik heb al een idee. Ik denk dat ik al weet wat we moeten doen. Yo, Lens, stap in, anders rijk je plat. Deze politiewagen laten we hier staan. Dan gaan we even wat herrie schoppen. Kijken of de politie achter ons aankomt. En dan laten we ze ons deze garage involgen. En dan pakken we ze helemaal. Lens, instappen! Ik weet dat er mooie dames aan de overkant lopen, maar daar hebben we nu even helemaal geen tijd voor. Want we zoeken politieagenten. Juten! Maar waar zijn ze? Toot toot, politieagentjes. Waar zijn jullie? Laten we al eens even wat herrie gaan maken. Yo, vent! Hoi! Ik reed tegen je auto aan en je doet niks. Ah, mooi. Nou, kom op. Get two cops to follow you into the garage. Nou, hallo. Dat is nog één. Volg me maar, jongens. Ik heel langzaam rijden. Kunnen jullie het ook bijhouden met je donut lichaam? Echt overal politie in één keer, hè? Komt ook misschien omdat we net langs een politiestation reden. Politiebureau, hoe noem je dat? Zijn ze er nog of niet? Een beetje langzamer. Kunnen ze ons een beetje bijhouden. Zijn we er nog? Hallo. Koppers. Nou, waar zijn we? Hier. Waar is die garage nou? Daar om de hoek. Oh, moet een stukje terug. Koppers, hebben jullie het nog bij kunnen houden of niet? Nee, dus. Stelletje wimps aan jullie. Kom jullie dan even mee. Kom. Kom hier. Volg me. Oh, je bent ook maar in je eentje. Daar heb ik niet zoveel aan. Ik heb er twee nodig. Waar is je vriend? Nee, 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 nee. Zo bedoelde ik het ook niet. Stomme agenten. Voor straf neem ik jullie auto mee. Nee, toch niet. Ik ga met de taxi.
Kaufman Cups. Beetje jammer ook weer hoor. Eerst zetten ze met 6 achter je aan. Vervolgens zijn ze je kwijt. Nou, gaan we weer. Take 2. Zo, ik heb het gezocht niveau ietsje verhoogd. Naar 2 sterren. Misschien dat ze me dan wat makkelijker volgen. Hallo, dat was makkelijk. Loading bay. Oh, ze verdwijnen ook in één keer die 2. Prima joh. Nou Tom, staat je goed? Take a cop car and go plant a bomb at the Tarbrush coffee shop in the mall. Nou, die staat nog steeds hier perfect geparkeerd achter de muurtjes. Lens, heb je nou nog steeds niet geleerd hoe je achter een muur vandaan moet komen? Eikel dat je bent, stap in. Ik denk trouwens ook niet dat de politieagent hier in Vice City met afgezaagde shotguns rondlopen, Lens. Denk ik zomaar even hoor. Wow, wat een klote kar is dit zeg. Heb ik toch liever mijn snelle... Nee, je blijft op de weg. Je gaat niet vallen. Nou, dat ik zoveel moeite heb gedaan om deze auto te kunnen vinden. Of nou ja, die auto vinden was niet zo moeilijk, maar de uniformen daarvoor wel. Hallo. Dag meneer, mogen we erin? Remember, smile at the other cops. Hallo agent. Nou, en nu? Walking to the marker. Waar is de marker? Boven. Nong, werkt niet. Lopen Lens. Kom eens even mee, vent. Oh, het zit niet boven, het zit gewoon om de hoek. Ik moet echt eens leren kijken. Hallo. Nice badge. Nice gun. Okay, timers are set. Uh-oh. 5 seconden. We got to get the hell out of here. Hallo, waar is de uitgang? You left Lens behind. Nou, dat kan mij dat dan wat schelen, joh. Het is Lens, maar. Potverdulleme. Uh-oh. Waar is de uitgang? Daar is de uitgang. Oh, kijk, nog meteen een gratis pistooltje mee. Cadeautje van de zaak. Lens, waar ben je? Nou ja, Lens, weet je wat? Je zoekt het maar lekker uit. Nou! Go back and get him. Waar is die gast? Is hij nog binnen? Lens, eikel dat je bent. Yeah, let's go, waar ben je? Nou, kom dan. Lens. Clown. Ik zag daar beneden, vanaf als ik hier naar rechts ga, zag ik een sterretje liggen. Nee! Geen spijkermatten, dat is vals spelen. Dat is echt vals spelen, jongens. Hou ik niet van. Dat loopt dood daar, dus dat is niet handig als ik hier naar rechts ga. Hier naar rechts. Shit, jongens. Ik kan... Ja, helikopters, tuurlijk. Tuurlijk, joh. Kan mij ouwe het schelen. Zet gewoon helikopters in. We hebben alleen maar een gebouw opgeblazen, jongens. Meer niet. Beetje overdreven om daar helikopters voor in te zetten. En die P&S Shop kan ik ook niet in. Want die weigeren op een of andere manier om politieagenten... Of een politieauto... Oh, snap ik 2 lekke banden. Om politieauto's te schilderen. Dat durven ze niet aan ofzo. Het is nogal weird. Ik heb eigenlijk ook geen tijd om van auto te wisselen. Want als ik nu uitstap, dan hebben ze me meteen te pakken. Dus, even kijken. Daar hebben ze het afgezet. Gaan we hier naartoe. Joehoe. Zo de bocht door. Oh, we zijn al bijna weer bij Starfish Island. Als ik nou maar een beetje voorzichtig kan blijven rijden. Dat is vals spelen. Je SWAT auto net over de brug heen zetten. Je weet dat ik daar altijd door de lucht vlieg. Dus doe dat ook niet. Zet ik je vals spelende koppers. We zijn er bijna. We zijn er bijna. En thuis durven ze ons niks te doen. Die laffe koppers. Die laffe koppers. Oké, ik zal niet meer zingen. Yo, Lens, uitstappen en move. Oh, ze zijn hier gewoon ook echt thuis bij ons. Zijn dat je apies? Mijn gebied. Tom loopt ook nog even tegen de deur op. Doem, doedoedoedoe. Protection ring asset completed. Geen idee wat het betekent. Versetti SA will now generate revenue up to a maximum of $5,000. Make sure to collect it regularly. Joehoe, centjes. Gaan we de 100.000 halen? Nee. Gaan de 100.000 niet halen. Gaan we de volgende keer proberen. Jongens, laten jullie ondertussen een groen duimpje achter als je het een leuke video vond. En vergeet vooral ook niet om te abonneren, hè. Dan zie ik jullie de volgende keer heel graag terug.
Bij meer GTA Vice City. Mazzel.